Hallo, welkom bij een nieuw videolist van Voor Beta. En deze keer gaan we kijken naar atoombouw. En daarbij gaan we kijken naar eerst, wat is een atoom? Een atoom, hebben we tot nu toe telkens gezegd, vooral bij scheikunde, dat is het kleinst mogelijke deeltje, het kleinste deeltje dat er bestaat. Maar dat is dus niet zo. Want kijk, atomen zijn wel de kleinst mogelijke deeltjes waar we moleculen uit kunnen opbouwen. Maar ook atomen zijn weer opgebouwd uit andere deeltjes. Namelijk uit protonen, uit neutronen en elektronen. En die drie deeltjes die hebben heel verschillende eigenschappen, doen heel andere dingen. Het eerste, het proton. Het proton is een positief geladen deeltje. Het zit in de kern en het heeft een massa van 1. Het weegt dus iets. Ja, het is een beetje afgerond. 1 atomaire massa-eenheid is de massa van een proton, maar goed. Maar dit is één van de drie bouwstenen. Het tweede deeltje, het neutron, is neutraal geladen. Neutraal geladen klinkt niet, dus laten we gewoon zeggen, het is neutraal. Het zit ook in de kern en het heeft ook een massa van 1. Het elektron, het laatste deeltje, is in eerste instantie, zou je zeggen, het tegenovergestelde van een proton. Namelijk, het is negatief geladen. Het zit alleen niet in de kern. Het zit in de wolk of de schil. Afhankelijk hoe je het wil noemen, wolk of schil. Het is gewoon de buitenkant van het atoom. Maar dus niet in het midden. En we gaan de massa hiervan tijdelijk afronden op 0. Kortom, het weegt niks. Wat gaan we hier dan nu mee doen? Nou, we gaan nu een atoom bouwen. Een atoom bestaat namelijk dus uit een proton, dus een positief geladen deeltje. En daar zou een elektron omheen kunnen vliegen. Dit is de makkelijkste, het simpelst mogelijke atoom dat je kunt hebben. Namelijk, dit is de stof die we noemen waterstof, afkorting H, lang leven scheikunde. En dan waterstof 1, want hij heeft een massa van 1. Dan kunnen we natuurlijk een iets ingewikkelder maken. We kunnen ook zeggen, ik pak weer een proton. Ik pak een neutron. En daar gooien we een elektron omheen. En dan hebben we de stof waterstof. Want één proton betekent nog steeds, het is waterstof. Alleen de totale massa is nu 2. Dus nu zetten we een 2 linksboven. Nou, en hier kunnen we eigenlijk van alles en nog wat mee spelen. Ik ga er nog maar eens een paar tekenen. Gewoon puur om de voorbeelden te geven. Dan hebben we bijvoorbeeld 2 protonen. Dan zou je in een periodiek systeem, dan kun je gewoon achter in je scheikundeboek of bij dit hoofdstuk bij natuurkunde kijken. Dan kun je zien dat 2 protonen al automatisch betekent, het is een helium, want atoomnummer 2, het aantal protonen is het atoomnummer. Maar behalve dat we een helium hebben, kunnen we ook zeggen, bijvoorbeeld 2 neutronen erbij, dan is de totaalmassa 4, dus dan is het helium 4. En daar zitten, nou ja, niet 1 elektron, maar in de wolk eromheen vliegen nu 2 elektronen. En ja, hier kun je mee doorgaan hoe ingewikkeld je het ook maar wil maken. We kunnen ook zeggen 1, 2, 3, 4, 5, 6 protonen en 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutronen, waar dan ook 1, 2, 3, 4, 5, 6
elektronen omheen vliegen. En ja, ik weet dat ik geen rekening hou met schillen. En ik weet dat ik ze op de verkeerde plaatsen lijk neer te zetten. Als je op vierde klasniveau dit filmpje kijkt. Maar dat is nu niet van belang, want deze is voor de derde klas bedoeld. Maar goed, dan hebben we dus 6 protonen, 6 neutronen. Dan weegt dit ding in totaal 12. Maar we hebben 6 protonen. En 6 protonen betekent, periodiek systeem bekijken, het is koolstof. Dus we hebben hier koolstof 12. Goed, om nog heel even één stapje dieper in te gaan op de getallen die we erbij kunnen zetten. Ik zou bijvoorbeeld nu een stof kunnen zeggen als stikstof 14. Stikstof is 7, niet 6. En als ik dat ga doen, dan kan ik eigenlijk ook op een andere manier denken. Ik kan zeggen, het is stikstof. En omdat het stikstof is, heb ik 7 protonen. Maar behalve dat ik weet, ik heb 7 protonen, kan ik ook zeggen, ik heb 14 min 7 is 7 neutronen. En omdat ik 7 protonen heb, kan ik ook zeggen, ik heb 7 elektronen. En gaan we daar nog een stapje op verder, dan pak ik een nog moeilijkere stof of een andere stof weer. Dan zou ik als laatste grote puzzel kunnen zeggen van, stel je voor, ik heb uranium 239 met een lading van 4+. Dit is ook een mogelijkheid. Ladingen bestaan. Op HAVO-niveau gaan we hier niet echt op terugkomen. Op VWO-niveau ga ik ervan uit dat je dit wel in één keer goed zou moeten kunnen doen. En dan gaan we weer zeggen van, oké, waar bestaat het uit? Dit ding dat bestaat uit protonen. Nou, we hebben 92 protonen, want atoomnummer 92. Hij bestaat uit neutronen. En we kunnen zeggen, we hebben 239 deeltjes, waarvan er 92 een proton is. Dus 239 min 92 is 100... Dat kan ik, moet ik er even onderschrijven, dat wordt wel iets lelijker. Is dat 147 neutronen? Ik ben nu aan het hoofdrekenen, ik zou hier een fout hebben kunnen gemaakt. Ik ga even uit van 147 neutronen. En als laatste stap in het rijtje kan ik ook zeggen, ik had 92 protonen. Maar de lading moet 4+ zijn. Dus ik moet hier een getal bij hebben en ik moet uitkomen op 4. Want ik moet 4+ deeltjes meer hebben dan negatieve deeltjes. En dat betekent dat ik, als ik zo snel tel, 88 negatieve deeltjes moet hebben. Waardoor ik kan gaan zeggen, ik heb 88 elektronen. Goed, dit was hem weer. Door naar de volgende video.